tweede deel. Straks weet je hoe hoog jouw IQ is. Ja, en natuurlijk het IQ van de BN'ers. Jeroen, misschien kun jij vast even een polshoogte gaan nemen. Ze kijken weer zeer gespannen. Natuurlijk krijg je in dit deel ook alle goede antwoorden. Want ik weet zeker dat iedereen super benieuwd is naar wat nou eigenlijk het goede antwoord was. Jeroen, ik zei het als een lachen niet echt. Nu jij er staat wel of nog steeds niet? Nee. Het is een stuk stiller geworden dan bij deel 1. Iedereen zit een beetje... Jullie hebben natuurlijk... Irene, jullie hebben een beetje met elkaar gepraat, neem ik aan, net in de pauze of wat? Zeker, ja. En hoe is het met je gevoel? Nou, kijk, laat ik vooropstellen dat wij geen van allen aan onszelf twijfelen. Want we hebben dat nooit gedaan. En dat ook doen niet. We nu ook niet. Gaat dat voor jou ook, Ellen? Ja, ik weet het niet hoor. Nee, natuurlijk niet. Maar we hebben wel een beetje overlegd en bijgebabbeld over de test natuurlijk. En dat is toch wel grappig om te zien hoe iedereen het ervaren heeft. Jan Veen, jij zit daar heel relaxed. Ja, maar toch wel stil. Nou, ik vind dat het gaat om emotionele intelligentie en dat dit maar een bijkomstigheid is. Dus ik vind het niet zo belangrijk. Ja, er wordt hier alweer een vluchtluik opengezet natuurlijk. Reddingsmiddel, hè? Ja, Rob Oudkerk, goed gevoel? Of dingen gehoord waarvan je dacht, ik dacht toch dat dat zo was en nu hoor ik van al die anderen dat het eigenlijk zus was? Ja, dat is ongeveer bij 70 vragen zo. Maar je weet nu weer wat je niet kan. Dat vind ik toch ook wel eigenlijk wel een prettig gevoel. Oké, nou we gaan straks later op dit programma zien hoeveel jullie niet kunnen dan. Goed, tot later. Dank je. Gaan we met de billen bloot. Bridget. Achter mij zie je natuurlijk het internet zenuwcentrum. En het is allemaal goed gegaan. Want ook dit keer hebben er weer heel veel mensen meegedaan. En gelukkig heeft het systeem het ook weer dit keer goed gehouden. Iedereen die via internet of sms heeft meegedaan. Jullie hebben inmiddels jullie score al binnen, want die is al door de computer omgerekend. En straks krijg je natuurlijk ook te horen wat die score nou eigenlijk betekent. Wie thuis met pen en papier heeft meegedaan, weet de score nog niet. En daarom gaat Jeroen alle vragen kort nog een keertje doornemen en je precies vertellen welke antwoorden nou goed waren. Dus zorg dat je alles binnen handbereik hebt. Bij de Nationale IQ-test 2002 is steeds maar één van de antwoorden goed. Heb je het goede antwoord gegeven, dan krijg je uiteraard 1 punt. Was je antwoord fout, helaas, dan krijg je helemaal geen punten. Is ook duidelijk voor de studenten, hè? Ja. Heel betutteld zitten jullie erbij. Jeroen, neem het maar snel met ze door. Goed, nou, daar gaan we dan. Ik zit weer op mijn plek en we gaan maar meteen beginnen met een eerste reeks antwoorden van de eerste reeks vragen. Het is al eerder gezegd dat het naarmate het, de test vorderde moeilijk wordt. Nou, dat bleek ook wel, want vraag 1 was nog best makkelijk. Het antwoord, dat was vraag 1, bedoeld met de term huisarrest. En dat antwoord daarbij was C, gevangenschap in eigen woning. Heerlijk. Geniet maar met volle teugen van je succes, want lang zal het niet meer duren. Vraag 2, wat betekent huldigen niet? Nou, het betekent van alles, maar... Verpakken zit er niet in. Leuk. Vraag 3. Ja. Wat is een phonoholic? Ja. Ik denk. Ja, nou ja, dat was eigenlijk niet zo moeilijk toch? Dat is iemand die verslaafd is aan telefoneren. Ja, dat zat op PH gestaan, denk ik. Ach, man. Ja, weet ik veel. Ja, zitten er nu al fouten bij de BN'ers? Wie had phonoholic fout? Met trots, hè? Oeps. Ah, net fout. Net bijna goed, hè? Bijna goed had ze het. Goed, vraag 4. Waar wordt naar verwezen als men de term apocalyptisch gebruikt? Denk bijvoorbeeld even aan die film. Naar de ondergang van de wereld. Zo is het maar net. Wat fout, nummer 2 goed. Vraag 5. Wat is appelleren niet? Nou, het is in ieder geval niet in de houding staan. C. Fout. Wat is een, vraag 6, wat is een monocraat? Ja, die bijvoorbeeld. Een monocraat is een alleenheerser. Nou. Gilio, jij bent toch regelmatig een monocraat in de ring, toch? Ja, absoluut. Ik kan hem ook goed. Had je hem ook goed? Oké. Okay. Maar niet heus. Oh, niet? Nee. Goed. Nou, misschien was deze dan beter voor jou. Wat betekent pacifieren? Nou, die wist ik ook niet. Dat is namelijk tot vrede brengen. Ja, ik heb dat wel, maar ik dacht dat het pacificeren. Ja. Passief dacht ik rust. Dus ik heb nou pacifier. Ja. We gaan naar pacificeren. Oh ja, heel goed. Ja, maar dat is je redding. Kijk, we gaan naar vraag 8, jongens.
even serieus. Maar zelfs dat helpt niet meer. Waar kan een paddenstoelwolk het gevolg van zijn? Nee. Plastificeren. Dat was misschien niet zo'n ingewikkelde. Dat was A, een atoombom. We komen bij vraag 9. Welk woord betekent ongeveer hetzelfde als proleet? Ja, en die telefoon is dat. Dus ik keek nog even naar jou toen dacht ik, nou weet ik het. Maar wat is het? Nou, dat is dus een plebeier. Heb je het er gezien? Ik zie de blijheid op het gezicht van Rob Campus. Ik neem aan dat je deze goed had. Ja, ik keek even naar Jan Veen, toen dacht ik, nou weet ik het weer, plebeier. Oké, goed. De sfeer is goed daar bij de BN'ers. Vraag 10, serieus nog even jongens. Welk woord, was de vraag, hoort niet in het rijtje thuis? Ja, verkeerd gedrukt. Daar zat wel wat in. Het is namelijk ethiek, want ja, het is eigenlijk vrij duidelijk. Hè? Ether is een verdovingsmiddel en heeft natuurlijk ook met de radio in de ether te maken. En dat heeft allemaal niks te maken met ethiek. Vraag 11. Welk woord betekent ongeveer hetzelfde als zwijm? Zwijm. Zwijm. Ja, ja. Fout. Je valt in kat zwijm. Ja. Dus, ja, dat moesten de dames toch wel goed hebben, of niet? Nou, wat is dit seksist. Nou? Ja, dat je gewend bent dat mensen bij jou in zwijm vallen. Ja, heel goed. Dat is lief van je. Ja, het was lief, inderdaad. Wat seksistisch van jou eigenlijk. Wat betekent palingenese ongeveer? Ik vroeg dat aan Regilio om deze reden. De wedergeboorte. Goeie van je, maar ik wist het niet. Goed. Dit waren de eerste 12 antwoorden. Bridget, waar ben jij? Ik sta bij de tribune allochtonen, want wij hebben net... Nu door kamp moeten ze natuurlijk even goed van zich laten horen, dat begrijp ik wel. Want het blijft natuurlijk spannend, niemand weet wie er gaat winnen. Maar we hebben net het onderwerp verbaal gekregen. Hadden jullie daar enigszins moeite mee? Nee. Nou, gaat wel, maar ik denk dat het meer 50-50 is, maar ik denk dat het wel toch goed komt. Ik hoop het wel dat het goed komt uiteindelijk. Überhaupt in het leven, hè, dat het goed komt. Volgens mij komt het wel goed. Jeroen, neem er nog een paar met ze door. Ja, oké. Okay. Ik ga eerst even naar meneer Drent, de deskundige. Er is een hoop geklaagd. Rob Oudkerk zei het ook net eigenlijk van... Ja, het is eigenlijk net iets te snel. 10 seconden langer, dan had ik het wel geweten. Waarom is die tijdsdruk eigenlijk zo belangrijk? Er zijn verschillende soorten snelheid. Snelheid van... administratief werken bijvoorbeeld, of reactiesnelheid, heeft niks met intelligentie te maken. Maar er is een ander soort snelheid wat wel met intelligentie te maken heeft. En dat is de snelheid waarmee men veronderstellingen kan genereren, veronderstellingen kan maken als een oplossing voor het probleem. En dat ook weer snel verwerpen als dat geen goede oplossing blijkt te zijn. En dan weer een nieuwe proberen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom er toch snelheid in deze opgave zit. De eerste psycholoog Wundt heeft zelfs gezegd, intelligentie is denksnelheid. Dus dat duidt dat ook aan. Precies, oké. Okay. Ik moet wel zeggen, mag ik nog even? Nou, als het heel kort is, want snelheid, hè? Ja, ik moet wel zeggen dat, maar dat is een testtechnisch probleem. Je kunt beter 72 vragen met minder tijd hebben dan 36 vragen met meer tijd. Dat geeft meer spreiding en meer betrouwbaarheid. Goed. Dank u daarvoor. En het geeft tegelijkertijd natuurlijk ook aan dat je thuis niet kan denken, ik doe hem morgen wel op mijn gemak, want dan werkt het niet. We gaan naar de tweede rij en dat waren die spreekwoorden waarvan heel veel mensen zeiden, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, dit vraag 13. Vraag 13. Wat betekent koud bier maakt warm bloed ongeveer? Ja, ik zou zeggen A, maar ik weet het niet. En het was inderdaad A. Drank maakt twistziek en vechtlustig. Het zijn spreekwoorden die bestaan. Ja, oké, deze is duidelijk. Niemand is onmisbaar. Vraag 14. Wat betekent een mens is alleen onmisbaar bij zijn begrafenis ongeveer? Nou, die was niet zo moeilijk. Niemand is onmisbaar. En met de huidige technieken weet je niet eens of er wel iemand in die kist ligt. Vraag 15. Wat betekent 2 over 1 is moord ongeveer? Ik heb A, maar ik heb geen idee. Ik ook. Geen idee. Het is A. Ik neem aan dat onze strijder deze wel goed had, Regilio. Hè? Ja, ik had deze allemaal tot nu toe goed. Maar okay. Die punten er ook. Dat belooft nog niks. Vraag 16. Wat betekent een volle kam zwijgt niet ongeveer? Was er eigenlijk even voor Rob Campus? Ja. Die had je ook goed, neem ik aan, Rob.
Ik zou het niet meer weten, dat is het vervelende. Van al die dranken bedoel je? Ja, ja, nee, precies, ja. Vraag 17. Wat betekent het is stil waar het nooit waait, ongeveer? Het is stil waar het nooit waait. Nou je het zegt. Ja, dat zou een spreuk voor de Tweede Kamer kunnen zijn er op Oudkerk. Er moet daar altijd wel wat gebeuren. Oh, dat bedoel je ermee? Ja, ja. Maar een Tweede Kamer is niet echt een gezin hoor. Althans, nee. In mijn gevoel niet. Nee? Nee, nee. Maar je verlaat het gezin ook, hè? Dus niet? Nee, dus niet. Nee. Vraag 18. Wat betekent de duivel schijt altijd op de grootste hoop ongeveer? Ja. Rijke mensen worden steeds rijker. Oké, dat waren de spreekwoorden, meneer Drent. Het volgende onderdeel, de analogieën, die zijn nogal speciaal. Ja, waarom zijn die dan zo speciaal? Nou, verbale intelligentie bestaat voor een stuk uit woordkennis, voor een stuk uit taalbegrip, het kunnen begrijpen van taalkundige informatie. En ten derde ook het kunnen spelen met relaties tussen begrippen. Hè? Groot, klein, deel, geheel, abstract, concreet enzovoort. En vooral dat laatste, dat heeft heel veel sterk te maken met dat probleem oplossen. Je moet daar weer een intellectueel probleem proberen op te lossen met een veronderstelling en een toetsing enzovoort. En dat op een vrij snelle manier. Ja. Dus dat is een vrij centrale intelligentie-indicatie. Precies, want dit lijkt heel erg op de definitie die u eerder in dit programma gaf over intelligentie. Je hebt een probleem, je moet het probleem oplossen, je moet ook kunnen beredeneren waarom dat de juiste oplossing is. Ja. Maar misschien kan ik nog ook zeggen dat naast deze hele verbale cluster ook niet-verbale items belangrijk zijn. Met name omdat hier toch weer die taal een belangrijke factor vormt. En dat is een deel van de totale intelligentie. En voor mensen die een taalhandicap hebben, is dat zelfs een groot probleem. Ik begrijp het. We gaan door met de antwoorden van de analogieën. Vraag 19. Was kalm staat tot onrustig als... Als die niet klopt, dan ook. Stabiel staat tot labiel. Vraag 20. Overal staat tot ergens als... Ja, dit is fout. Alles tot iets. Alles staat tot iets. Ik heb die hak ingedrukt en dacht ik, kut, is B. Vraag 21. Let op. Sluw staat tot uitgekookt als... Ja, is hetzelfde. A. Oh, nee. Ik zal deze uitleggen, want daar zit iets bij. Sluw wordt gezien hier als een synoniem, als hetzelfde woord dus voor uitgekookt. En dat geldt ook dat limiet hetzelfde woord is voor grens. En de relatie auto-vervoermiddel is iets te breed. Want net niet goed. Een fiets is ook een vervoermiddel, om maar wat te zeggen. Ja, als je het zo zegt. Ja, nou, ik zeg het ook zo. Goed, we gaan naar vraag 22, jongens en meisjes.